is er ook een briefing voor het operationele team dat al in de wijk de actie vandaag gaat draaien. Wij zijn hier om in de gaten te houden wat er overkoepelend op de actiedag moet gaan gebeuren. We gaan dus voor de aanwezige hennepkwekerijen en de twee verdachten van de schietpartij twee hoogscenario's. De escalatie eruit en de escalatie elders. De best case is dat we het klein houden, deescalerend, geen grote bombastische toestanden in de wijk, maar we zijn voorbereid op dat het wel zo ver kan komen. Je weet dat de burgemeester zegt van overdadig geweld. Normaal kan het altijd wel weer eens doorpakken. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Ik bel jou om 5 over 10 even terug op de Neerbossen weg loopt het vast, waardoor mensen gaan uitstappen en die wijk ingaan. Dus ook die bussen gestopt zijn, die hebben we eruit laten halen. Ik heb toestemming gevraagd aan de burgemeester voor het gebruik van traangas. Ja, ga ik even aan het vertellen. Ja, dankjewel. Oké, hoi. De verdachten zijn aangehouden voor vuurwapengevaar. Alle twee dan? Ja.